Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 8 juni van Weerplaza. We hebben vandaag te maken met een klein lage drukgebiedje dat west van ons land langs trekt. Het levert veel bewolking op en een stevige wind vanuit het zuidwesten. Het waait hard tot stormachtig langs de kust, windkracht 7 tot 8. En er zijn zware windstoten van zo'n 90 km per uur mogelijk. Vanmiddag is het ook nog onstuimig en vooral in de noordelijke helft valt er af en toe nog een enkele bui. Bij een temperatuur van 15 tot 18 graden. Vanavond klaart het op veel plaatsen op, blijft het droog en neemt de wind geleidelijk aan in kracht af. De temperatuur ligt dan rond de graad of 16. Morgen is het een stuk rustiger. Er waait hooguit een matige wind, windkracht 3 tot 4. Het is vaak droog en de zon die breekt nu en dan door. 'S Middags wordt het 18 tot 21 graden en dat is warmer dan vandaag. Daarna hebben we een gemiddelde temperatuur in de middag van zo'n 19 tot 22 graden. Het is weer wisselvallig met vooral op maandag en woensdag een paar buien. Dinsdag blijft het vaker droog. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.